Ja, een dagje naar de PI, wat verwacht je dan? In principe wil ik graag verrast worden. Het is natuurlijk zo dat je tegenwoordig op internet al heel veel kunt lezen over camera's en over lenzen. Maar op zo'n beurs als de PI, daar zie je toch een heleboel andere dingen dan die highlights, zeg maar. Dat zijn de dingen die betreffen het afwerken van prints, het presenteren van je foto's. Dat is eigenlijk wel het belang. Want ik zeg altijd maar, foto's pas een foto wanneer die geprint is. En hier op de beurs kun je daar heel veel mooie dingen zien. Ook fotoboeken van trouwreportages. Allerlei soorten materiaal waar je op kunt afdrukken. En dat soort dingen zijn interessant. En ja, accessoires die bij camera, bij fotografie komen kijken. Dus het is niet zozeer dat ik hier denk, kom om hele nieuwe dingen te zien. Maar de dingen die juist niet op internet afspelen, om die juist hier op de beurs te zien. Zie je dus een hoop mooi beeld, maar dat beeld dat moet ergens ontwikkeld worden, daar gebruiken we tegenwoordig Lightroom voor. En er schijnt een versie 6 aan te komen. Ik heb er wel wat van mogen zien en Adobe heeft een heleboel mooie leuke dingen in dat pakket gestopt, zodat je nog sneller, makkelijker en beter op een hogere kwaliteit beeld kunt bewerken, tot uiteindelijk een mooie plaat die aan je muur hangt. Als schrijver heb je natuurlijk altijd ideeën voor nieuwe boeken, voor nieuwe titels. Ik heb al aardig wat op het programma staan. Eén die daarin ontbreekt is portretfotografie. Er zijn ook heel veel boeken over. Die worden vooral geschreven door portretfotografen met hele mooie foto's. Maar waar het vooral bij portretfotografie voor de vrije tijdsfotograaf om gaat, is dat hij eigenlijk een simpel portret kan maken met bestaand licht of met een eenvoudige flitser. En dat het niet allemaal moet afhangen van hele dure installaties of hele moeilijke visagie. Nee, gewoon een simpele foto voor je Facebook of voor LinkedIn of dat soort zaken. En dus ik hoop dat boek nog dit jaar af te krijgen en dan een boek over portretfotografie. Dus dat zou nog aan moeten komen.